Hallo, lieve. Hou je voetjes even daar. Eindeloos lang foto's maken. Het houdt niet op. Net zoveel prestatie of waarde hecht aan de prestatie dat je
niet wel vast geworden. Vijfde over de hele wereld. Een schitterende prestatie op een prachtig paard. Ik denk dat dat met name toch het geval is. Ik denk ook dat het niet voor niks is. Dat die Black Beauty, wat ik hoor dat je zelf zegt op TV Gelderland. Want je was daar ook in de wereld. En alle reden voor ons inderdaad om hierbij stil te staan. Het enige waar we mee zaten, je ziet van alle onderscheidingen die iedereen ook krijgt en gemeentes die dat geven. Wij zijn een hele jonge gemeente nog. We zijn wel bezig met sportpenningen of gemeentepenningen of zo, maar die hebben we. Het enige wat wij hebben is een nieuw logo. De vlag hangt voor het eerst hier met het logo, ter ere van jou. En wat we zeiden is, we willen iets geven wat heel speciaal voor deze gelegenheid voor jou aanschaf is. En dat overhandig ik daar. Wat we eigenlijk al die tijd wel wisten, maar gewoon ook in ieder geval niet goed gelezen hebben, is het feit dat je dochter Marlies eigenlijk heel erg in jouw voetsporen treedt. Je bent zo vorig jaar als dit jaar, heb ik begrepen, ben je eerste ook geworden. En wij hadden zoiets van, ja, het is toch eigenlijk te gek dat we daar niet op een hele speciale manier ook aandacht aan besteed hebben. Nogmaals, het was omdat we het veel te laat ontdekten. Maar we dachten, dit is de gelegenheid om daar in dit gezelschap toch ook heel even bij stil te gaan. Ook voor jou heb ik iets heel speciaals gekocht. Maar ik vind dat vader en zoon, die daar natuurlijk volstrekt bij in de schaduw staan, dat we in die gezegd moeten worden. Want zoals het heel vaak tegen een man gezegd wordt, van dit had je nooit kunnen doen als je vrouw niet achter je gestaan had, ik denk dat dat in dit geval absoluut hetzelfde is. Ik heb dat ook begrepen bij jullie thuis. Hoezeer jullie met elkaar gewoon ervoor zorgen dat dit kon gebeuren. En in die zin wil ik gewoon in alles wat ik zeg, u allen heel erg daarbij betrekken. Er zijn vandaag meer mensen die het woord willen voeren, dus ik heb gezegd wat ik wilde zeggen. Wat wij uitgezocht hebben, is een bokaal. Dat is waar geen zilveren, maar een glazen. Waarin we het wapen, het logo van deze nieuwe gemeente, de Z, hebben laten graveren. En die Z, zeggen we nu maar, staat voor zilver. En deze mogen erin. Onze hartelijke gelukwensen met een fantastische prestatie. Later gaat hier weer mee. En om 3:15 al voor de brug stond en om 3:00 hier was.
Dus een heleboel van de genodigden die van de andere kant komen.